vind dat op dit moment wordt het probleem van de gemeente over mijn rug gespeeld, in feite. Wie gaat dat betalen? Ik denk naar Paulussen. Waarom? Omdat het zijn riool is. Daar is hij nu al die tijd al zo bang voor. Een goed werkende riolering beschouwen wij in een welvaartsland als Nederland als de gewoonste zaak van de wereld. Volgens de heer Paulussen heeft hij recht op een eigen aansluiting. En zijn buren willen dat eigenlijk ook. Maar de woningbouwvereniging denkt er anders over. En dan moet de rijdende rechter maar eens duidelijkheid scheppen. Hoor ik dit nu goed? Worden wij zo behandeld? Dit loopt uit de spuigaten. Waarom moet dat nou weg? Over mijn lijk. Je hebt mij totaal geen gelegenheid gegeven. Het is een principe kwestie. Oh, ik ben niet zo gauw boos. Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van De Rijdende Rechter. Ook vanavond doet meester Frank Visser weer een bindende uitspraak tussen twee partijen. In deze aflevering een vete over slechts enkele meters pijp in Roermond. De familie Paulussen woont daar al een aantal jaren in een nieuwbouwhuis. Naast hun huis staan er nog twee. De aansluiting van deze riolen ligt in de tuin van de familie Paulussen. We wonen hier al 2,5 jaar naar tevredenheid. We hebben alleen een probleem met het riool. Het probleem is dat van deze drie huizen het rioolsysteem in één buis uitkomt, waarvan er een stoppingstuk in mijn tuin ligt waar niemand bij kan. Stel u voor dat twee huizen verder een rioolverstopping is, dan zouden ze hier een meter diep in mijn tuin moeten graven en zoeken waar ergens een stoppingspijpje zit. Edelachtbare, we zitten nu al 2,5 jaar met dit rioolprobleem. Kunt u ons helpen dit probleem op te lossen? Ja, meneer Paulus, wat een mooie tuin heeft u. Ja. Wat is uw eis? Ja, eis vind ik een heel zwaar woord. Nou, nee, maar u bent bij de rechtbank, dus u hebt een eis. Ja, nou, dat ik een eigen aansluiting krijg. Ja. Of een eigen aansluiting dat die twee huizen, buren, ja, afgesloten worden van mijn aansluiting. Want waar bent u bang voor? Als er een verstopping komt. U bent bang dat u ruzie met de buren krijgt? Ja, dat weet ik niet of het... En u ziet, ja, u ziet in de rijdende rechter altijd wat daarvan kan komen? Ja. Goed, we zullen zien. De directeur van de woningstichting, voorheen het Maasdak, nu genaamd Stichting Woongoed 2000, is de heer Stevens. Ik ben bekend met het probleem van de heer Paulussen dat hij graag drie huisaansluitingen wil hebben voor zijn riool en zijn straat. Echter, ik kan dat probleem niet oplossen. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisaansluitingen. Zo is dat ook in de Kerklaan. De gemeente heeft ons slechts één aansluiting ter beschikking gesteld. We hebben, gegeven de situatie, naar goede en passende oplossingen gezocht. En met deze oplossingen is de heer Paulussen akkoord gegaan. Meneer Visser, aan deze slepende, vervelende kwestie moet een einde komen. Ik hoop dat u daar een bijdrage in kunt leveren. En wij heten de heer Stevens ook hartelijk welkom. Ja. Oh, ja. Het is een wankele bedoeling hier. Ja. Zwaargewichten. Ja. U zegt het zelf. Ja. Is dat het goede leven in het zuiden des lands? Ik denk het wel. Ja. Ja. Gebeurt dat nou vaker, zo'n kwestie als u hier aan de hand hebt met meneer Paulussen? Nee, dit is uniek. Uniek? Ja, dit is echt uniek. Vindt u dat hij niet een punt te pakken heeft? Een punt te pakken? Nee, ik denk het niet. De gemeente Roermond staat het gewoon niet toe. Is dat nou een vrij normale situatie, dat er drie huizen op één riool zitten? Nee, dus gebeurt dat overal in Roermond? Ik weet het niet. Nee, dat is niet normaal. Maar er is geen ruimte om gemeenteaansluitingen te maken op gemeentegrond. Ja. En er is een noodoplossing voor gecreëerd. En dat is die parallelle regulering. Ja. Dus de gemeente zelf Roermond, ook een noodoplossing? Dus. Ik vind het een oplossing die niet voor de hand ligt. Maar in dit geval heeft de gemeente Roermond daarvoor gekozen. En ik heb me daar weer neer te leggen. U bent dus langzamerhand wel een beetje ziek van, of niet? Een beetje moe van, ja. Moe? Ja, moe van. Ja, bedoel, het sleept al heel lang. Hebben jullie echt ruzie? Vindt u hem weer uw land, of is dat te zwaar uitgedrukt? Soms zijn er situaties dat het neigt naar ruzie, maar ik ben geen ruzie-type. Ja. Alleen, ik heb de gelegenheid niet, omdat ik geen bevoegdheid heb om in Roermond aan het gemeenteriool te kunnen werken. Ja. En u trekt zijn woorden in twijfel?
Nee, die trek ik niet in twijfel. Dus, u vraagt eigenlijk het onmogelijke van meneer Stevens? Nou, ja, of dat onmogelijk is, dat weet ik niet. Daar bent u nog niet zo van overtuigd? Nee, dat... Goed, de rijdende rechter reisde naar Roermond om de situatie zelf te bekijken. In de eerste gang ging je weer op. Goedemorgen. Goedemiddag. Goedemiddag. Visser. Dag meneer Visser. Als er echt wat verkeerd gaat, moet dit open. Er zit daar een buis in de grond. Ja, en dan moet je even... Zit die diep? Ongeveer op een meter. Het kan ook 90 centimeter zijn. Dat gaat dus niet over... En als er iets waar ik mee even kan... Nou ja... Ja, ik heb een scope gehaald. Nou, geef hem even. Dan gaan we even kijken waar die zit. Volgens mij zit ik ernaast, hoor. Ja, het moet toch precies hier op die lijn liggen, want hier zijn ze. Dus, We gaan even op tekening kijken. Het is... Hier. Langs het trottoirbord. Juist. Misschien wel handig om voor de toekomst even een merktekentje te maken of zo. Dat u weet. U onthoudt het? Dat hij daar ligt. Ik sta hier in de regen en ik ga liever met u in de droogte met een dak boven mijn hoofd praten. Zo, de laarzen zijn weer uit. Het is tijd voor de hoorzitting en die vond plaats in café Mijn Heerkens in Roermond. Welkom. Aan de orde is het geschil tussen de familie Paulussen met Soperon Projectontwikkeling BV. En u, meneer Stevens, bent de directeur. Stel, er komt een verstopping. Namelijk ongeveer, dat zie je altijd zien, op de plek waar het riool van de families Driessen en Wilke samenkomt met het riool van de familie Paulussen op zijn grond. Hoe denkt u dat dan nou geregeld is? Wie gaat dat betalen? Ik denk meneer Paulussen. Waarom? Omdat het zijn riool is. Kijk, nu komen we ergens, want daar is hij nou al die tijd al zo bang voor. Maar als je dat ontstopt... Wij niet van kennis van gesteld toen wij het huis kochten. Want... Daar was helemaal niks van bekend. Nee, ik heb ook allerlei actes gekregen, althans eentje. En een notarie akte. En daarin is geregeld dat partijen elkaar grond overdragen... waarop geen, rechten liggen. Geen bezwarende lasten. Er ligt geen erfdienstbaarheid van riool... Op dat stuk grond, dat wil zeggen, strikt juridisch, zou meneer Paulus er morgen kunnen zeggen tegen zijn buur, het is over. Jullie hebben 3 weken de tijd om het te regelen en dan gaat de spa erin hier. Dat zou ik kunnen doen. Ja. Ik weet niet of u dat daarmee zou slaan, want redelijk is dat niet, maar strikt juridisch zou dat misschien... Het is niet geregeld. Ik vind dat op dit moment wordt het probleem voor de gemeente over mijn rug gespeeld, in feite. Wij hebben er alles aan gedaan... om het te doen zoals het behoort, in feite. Maar je moet een gemeente serieus nemen als je zegt, dit kan niet. Dan hebben wij de enige wat wij dan te doen hebben... dat is er alles aan te zorgen dat het opgelost wordt... op de meest beste manier die kan. En daar hebben we voor gezorgd. Ja, ik moet zeggen, het probleem wat mij eigenlijk bezighoudt... we hebben hier een situatie dat 2 huizen in riool... moeten afvoeren op een ander perceel... zonder dat er enig recht tegenover staat. Ik bedoel... Ik heb dat nog nooit eerder meegemaakt. In alle contracten die ik zie van nieuwbouw is altijd geregeld... dat de bewoners, de nieuwe eigenaren, over en weer moeten dulden... dat er leidingen lopen. Maar ik vind dat nergens. Waarom zouden die mensen daar nou mee akkoord gaan? Als het... Ja, dan moeten ze geen handtekening zetten. Ja. Ik denk dat ik de zaak nu ga besluiten. Het is niet in orde. Daar zijn we het allemaal over eens. En er moet nu een eindoplossing komen. Juist. En die beslissing daarover, die krijgt u binnen niet al te lange termijn. Dan zie ik u terug. En dan ga ik u vertellen. Tot die tijd moet u geduld oefenen. Ja? Goed. Naar vakantie. Zal de familie Paulussen zijn eigen rioolaansluiting krijgen? Of blijven ze wonen op een ondergrondse tijdbom? Nou ja, de spanning is hier te snijden. En meester Frank Visser velt nu zijn verlossende oordeel. Uitspraak in de zaak van meneer Paulussen tegen Soperon, ook vandaag vertegenwoordigd door meneer Stevens.
In deze zaak spelen twee kwesties. De eerste is of Sopron gedwongen kan worden om alsnog aparte rioolaansluitingen te realiseren voor Paulussen en zijn buren. Ik beantwoord die vraag ontkennend. Aan toewijzing van die vordering, meneer Paulussen, staat immers in de weg dat dat niet kan gebeuren zonder dat de gemeente Roermond meewerkt. En die hebben duidelijk gemaakt dat ze dat niet van plan zijn en ook niet kunnen. Overigens vind ik dat u, meneer Paulussen, en uw buren in redelijkheid toch genoegen moeten nemen met die huidige aansluiting. Het verdient misschien geen schoonheidsprijs, maar ja, ik kan ook nou weer niet zeggen dat hier een volstrekt ondeugelijk werk geleverd is. Met name gelet op de aangebrachte inspectieputten moet daar toch mee zijn te leven. Maar er speelt nog een andere kwestie. Zoals ik heb moeten constateren, meneer Stevens, is deze hele zaak van die leidingen, van die rioolaansluitingen, juridisch volstrekt niet geregeld. Normaal gesproken moeten daar toch de nodige erfdienstbaarheden voor worden gevestigd. De huidige situatie is zowel nadelig voor meneer Paulussen als voor zijn buren. Zo moet echt worden geregeld dat Paulus het riool van zijn buren moet gedogen. Want als dat niet wordt geregeld, dan zijn de buren van Paulus afhankelijk van zijn goede wil. Andersom kan het toch niet zo zijn dat meneer Paulussen zou moeten opdraaien in zijn eentje voor kosten van mogelijke ontstoppingen. Uitspraak zal duidelijk zijn in deze zaak. Die zal ik u nu voorhouden. Sopron is verplicht om binnen 14 dagen na behoorlijke facturatie alle kosten te betalen, notariskosten, rechten en belastingen erin begrepen, die verbonden zijn aan het vestigen van de nodige erfdienstbaarheden, waardoor de thans bestaande situatie met betrekking tot het in deze procedure bedoelde riolenstelsel wordt gelegaliseerd. Bij niet-betaling is Sopron daarover wettelijke rente verschuldigd. Dit is mijn uitspraak en hier zult u het mee moeten doen. Hoe zit ze ervan? Wat denkt u? Ja, ik heb het gehoord. Dus, nee, maar vindt u het een beetje een wijze oordeel van de rechter? Ja, wat is wijs? Het zal wel... U bent geen prater, hè? Nee, dat in ieder geval niet. En u? Ja, het is een uitspraak waar ik op zich mee kan leven. Het is, U zult het moeten. Ja, ik heb me daar dus toe verbonden, dus dat is ook niet erg. Het is alleen zo dat de eis die de heer Visser stelt, dat had eigenlijk niet gehoeven. Want dat aanbod had ik al gedaan aan de heer Paulussen om een erfdienstbereid te vestigen. Alleen nou wordt het nooit opgelegd. Nou goed, prima, regelen we dat. Dus hier zit een gelukkig mens. In een uitspraak moet je nooit gelukkig zijn. Het is een einde van een probleem. En dat is opgelost en daar kan ik mee vinden. Prima. Goed. Duidelijke taal. U allebei hartelijk dank voor uw komst. En dan nu het verhaal van goede vrienden die van boot willen wisselen. De een heeft een woonboot en de andere een kruiser. Beide boten zullen verplaatst moeten worden en de eigenaar van de woonboot wil van de rijdende rechter weten wie het risico draagt als die woonboot vast komt te zitten. Meester Frank Visser brengt een niet bindend advies uit. Beide partijen willen een antwoord op hun juridische vraag: wie draait er voor de eventuele schade op? Dit keer nu is geen partijen die tegenover elkaar staan, want Anouk Heijns en Philip Henria Scholten zijn goed bevriend. Waarom zijn ze dan naar de rijdende rechter gestapt? Kijkt u zelf maar. Een eindje verderop zijn vrienden van ons een woonboot aan het opbouwen. Al jaren. En ik dacht, dat is nou echt wat voor ons, hè Menno? Ja, mama. En die vrienden van ons die waren juist weg van onze boot. Dus toen kwam het idee van ruilen. Iedereen was het volkomen mee eens. We hadden alleen één groot probleem. Het is hier zo'n ontzettende blubberpoel dat als die woonboot hier naartoe moet komen, ik als de dood ben dat die kapseist. En zij zeiden van, als dat gebeurt, is dat op jouw risico. De ruil was bijna rond, maar dit vormt toch wel een heel groot probleem. We zijn hier nu al een jaar over bezig en we willen graag de boot, maar ook onze vrienden behouden. En wij dachten, dit is een zaak voor de rijdende rechter. Hè Menno? Ja, mama. Philip en Ria willen graag van boot ruilen om dan eindelijk eens echt te kunnen varen. Het feit was eigenlijk al beklonken, die idee was geboren. En ja, toen naar de hand realiseerden we ons eigenlijk van, maar wacht eventjes. Er zit toen toch een bepaald risico aan. He, want dat ding moet versleept worden van hier naar hun plek. En alle kans is aanwezig dat dat ding misschien naar de kelder gaat. En
Wie zit daar met de broek uiteindelijk? Dus wij hebben natuurlijk toch wel gezegd van ja, het risico wat eraan vastzit, dat moeten jullie toch eigenlijk zelf voor jullie rekening nemen. Kijk, er komt wel een ervaren slijper komt eraan te pas, die dat ding wegslijpt. Maar als het ding het naar de kelder toe gaat, ze waren onze woonboot kwijt en we hebben er geen kruiser voor terug. De hoorzitting vond plaats in café De Drie Zwanen in Den Ilp. Welkom. Aan de orde is de zaak van meneer Le Chat. Maar die was vandaag zelf verhinderd, maar dat maakt helemaal niet uit. Want nee. U bent zijn levenspartner, mevrouw Heijns. Klopt. U weet alles van de zaak. Tegen de heren mevrouw Scholten, de familie Scholten zal ik maar zeggen. En dan moet ik het goed uit elkaar houden. U heeft de motorkruiser. Nee. U heeft de motorkruiser, ja. Wel. U heeft de motorkruiser en u heeft een woonboot. Ja. Als zij die boot aan u meegeven, dan moet u hem toch gaan verplaatsen, of zie ik dat verkeerd? Ja, natuurlijk. Maar kijk, aan de andere kant, die boot van ons, die vaart, dat trek je aan en die vaart weg. Ja. Dus en ik had zoiets van, dan ligt mijn boot bij hun. Ja. Ik ben aan het sjorren en aan het trekken met iemand om die boot naar mijn plek te krijgen. En wie weet wat er onderweg gebeurt, dan heb ik helemaal niks meer. Nee. Plus dat ik voor een hoop kosten sta. Ja. Plus dat er ook nog een andere gedachte door ons heen speelde. Want toen wij het casco uiteindelijk kochten een aantal jaren geleden, toen lag dat ding, dat casco lag op een heel andere plaats in Amsterdam. Vlak bij de Schellingwaardebrug. Dus dat ding moest nog een behoorlijke afstand overbruggen om uiteindelijk hier in Amsterdam Den Ilp terecht te komen. Toen zei de sleper tegen ons van ja, moet je goed luisteren. We gaan een behoorlijk risico aan met dat ding. We gaan over het Amsterdam-Rijnkanaal, we gaan over het IJ heen. Je moet je realiseren dat als het echt fout mocht gaan, hij zet een kap in de kabels. Want anders zou mijn boot mee ten onder gaan. Ja. Dus je moet je realiseren dat ik dat risico niet aanga. Dus hij zegt tegen mij, Philip, wil je dat? Nou, even een goeie, want we hebben hier aanwezig als deskundige meneer Groenen. Gespecialiseerd in het transport over water tot hele grote objecten toe. Dat risico, normaal gesproken, de transporteur die kan dat risico niet van de mensen overnemen? Normaal gesproken, bij een gerenommeerd bedrijf hebben we daar gewoon verzekeringen voor. In andere woorden, ze kunnen altijd een gerenommeerd bedrijf vinden die dat risico van ze willen overnemen en dat ding verslepen. Nou, even heel wat anders. Ja. Laat het misschien zelf ook wel kunnen bedenken. Waarom heeft u niet gewoon afgesproken, we delen het risico als het verkeerd gaat? Ja, maar goed, dan zit je met een halve kruis. Halve boot of zo. Je zou kunnen afspreken op zo'n ogenblik, als het verkeerd gaat met het verslepen van een van de twee vaartuigen, nou, dan spring ik voor de helft bij in de schade. Zou dat geen interessante optie vinden? Nee, maar kijk, er liggen nog een paar boten naast. En het gaat niet om een paar honderd gulden, het gaat om duizenden guldens. Kijk, en dan kan je zeggen, ik heb nu een bouwtje en ik wil een woonboot. Ja. Maar wat heb je eraan om je ontzettend in de schuld te gaan steken, omdat je de boot van de buurman flink beschadigd hebt? Het lijkt me best dat we maar eens gaan kijken. Want ja, ik kan het hier ook allemaal niet van achter mijn bureau bekijken. Nee, natuurlijk niet. Nee. We gaan even kijken. Stijgertje. Ja, oh, schitterend. Oh, we gaan. Ja, dat maakt niet uit. Dat kan je wel hebben. Oké, okay, geef me even een handje dan. Welkom. Ja, bedankt. Ik ben er weer. Ja. Zo. Moeten we even onder de vloer kijken. Om de conditie van de bak van binnenuit ook te kunnen beoordelen. Dat kan zo omhoog? Ziet er niet uit of het is keurig droog. De muizen zijn er onderuit. Het is keurig droog. Dat duidt erop dat het dan goede conditie van de bak is. Dus u verwacht met het, wat dat betreft geen probleem met het verslepen? Conditie van de bak niet, nee. Waar moet die heen? Een meter of 50? Hij moet een meter of 30 moet hij die kant op. Een meter of 30. Ja, je hebt ook nog een laag slappe bagger. Hè? Maar ik ga eventjes van de prut uit. Die slappe bakken, die geloof ik wel. Goed nieuws. U zei tegen mij, nou water zat. Ik heb het zelf kunnen zien. Gemiddeld zo'n beetje een meter. Kortste stukjes 80. En dan zit er nog zoveel slappe prut onder waar je makkelijk doorheen kunt komen. Althans, zonder problemen. U verwacht geen risico? Ik voorzie geen problemen dat er schade zou kunnen ontstaan aan het woonarkje. Ook de stabiliteit is geen probleem. En die andere boten, ruimte zat om er langs heen te komen. Ruimte genoeg. En uiteraard
We doen dat niet met storm. Ja, en het advies van meester Frank Visser is in dit geval dus niet bindend. Zoals ik met de deskundigen heb kunnen zien, zijn de risico's nogal beperkt. Maar goed, u wilt elk risico uitsluiten en de vraag die u mij stelde was duidelijk. En nou is het leuke in deze zaak dat het antwoord ook zo duidelijk is. Het staat namelijk allemaal in de wet. Ik zal u eigenlijk aan de hand nemen en door dat wetboek heen gaan. En dan ga ik even mijn brilletje afzetten, want... En dan zie ik dat, dat is uw eerste vraag, mevrouw. U dacht, het is een ruilovereenkomst. Het is vast wat anders dan een koop. Nee, de bepalingen van de koop vinden overeenkomstige toepassing. Dat is een mooie. Maar dan kan ik terug gaan bladeren naar de koopovereenkomst. Dat staat ook helemaal beschreven. Risicoovergang, daar gaat het om, hè. Wanneer gaat nou het risico over voor die woonboot? Voor risico van de koper staat in artikel 10 van het 7e boek... van de aflevering af. Nou. En wanneer is dat dan? En waar is dat dan? Dan komen we in het 6e boek. En daarin staat artikel 41... Indien geen plaats voor de nakoming is bepaald... moet de aflevering van een verschuldigde zaak geschieden... ter plaatse waar zij zich bij het ontstaan van de verbintenis bevond. Met andere woorden, ter plekke moet dat gebeuren waar die nu ligt. Nou, dan is het antwoord eigenlijk volstrekt duidelijk. Want dat doet u op de plek, dat moet u doen op de plek waar die nu ligt. Dan krijgt u de woonboot. En u draagt het risico. Kort en krachtig, geen spel tussen. U zou wel wat anders kunnen afspreken, maar dat was u niet van plan, hebben we begrepen. Ja, dat is mijn advies. En daar moet u het mee doen. Nou, dus helder. Dank u wel. Bedankt voor uw komst. Ja, dank u. Nou. Wat was nou precies het advies van de rechter? Hebt u het helemaal begrepen? Jazeker. Ja? Het is in ieder geval zo dat een ruil gelijk staat aan een koop. En dat als de koop dus, of de ruil in dit geval dus gesloten is... dat wij dus dan in ieder geval geen risico dragen. Ja. Dus met die uitspraak mag ik bijzonder gelukkig zijn. Ja. En was u er ook zo gelukkig mee? Nou, goed. Iets minder. Iets minder, ja, in ieder geval. En ik heb nooit geweten dat ruil en kopen gelijk was. Dat wist ik dus helemaal niet. Nou, misschien heel veel andere mensen ook niet. Dus dat is wel eens nuttig om nu even het publiek te maken. Dus op het moment dat je ruilt, dan koop je. Dus dan ben je eigenlijk verantwoordelijk op dat moment voor datgene wat je koopt. Inderdaad. Ja. Dus u had er wel iets aan het advies van de rechter. Ja, absoluut. En wat is er nou verder gebeurd? Eigenlijk weinig. Weinig? Ja, wij zijn gewoon verder gegaan met bouwen, een woonboot. Ja. En zij heeft de eigen boot verkocht. Nou, hebt u niks meer? Ja, daar heb ik wel weer wat voor terug. Kijk, ik wilde graag heel iets anders. Ja. En een motorboot, ja, het is leuk, maar je moet wel van varen houden. En dat hou ik dus absoluut niet. Maar hebt u nu een andere woonboot? Nee, ik heb helemaal niks meer wat op het water drijft. U hebt gewoon een huis? Nee, ook niet. We hebben nou een vouwwagen. Een vouwwagen? Ja. Nou, ja. Dat is ook leuk. Nou ja, goed. U hebt dan niet echt iets met het advies van de rechter gedaan... maar misschien kunnen een heleboel andere mensen er wel hun voordeel mee doen. Ja, precies. En hartelijk dank in ieder geval voor uw komst. Ja, graag gedaan. Dit was de Rijdende Rechter voor vanavond. Heeft u ook een conflict met uw woningstichting... of bijvoorbeeld met uw buren of uw werkgever... en u wilt een advies van de Rijdende Rechter... dan kunt u onze redactie bereiken op telefoonnummer 035-677-3720. En vanavond tot middernacht nog op 0900-1301. Tot volgende week. Dag. Ik was in juli en augustus op vakantie. Toen hebben de buren een reparatie laten verrichten aan deze buis. En die hadden de lekkage. En ik had geen lekkage. En ik zal zeker niet 3 weken naar Mongolië gaan en een kraan open laten staan.